Afgelopen weekend werden voor het eerst de Kastaars uitgereikt. Dat zijn de nieuwe Vlaamse mediaprijzen. Ook radiopresentatrice Anke Bukkings was genomineerd en aanwezig tijdens de show. Op Instagram heeft ze nu ook een foto gedeeld van de outfit die ze droeg. Op zaterdag 28 januari vond de eerste uitreiking van de Kastaars plaats. Radiopresentatrice Anke Bukkings was met haar Joe-collega Sven Ornelis ook genomineerd in de categorie Radioprogramma van 2022, maar het waren Maarten Dorothee van Q-Music die aan de haal gingen met de prijs. Op Instagram deelde de radiostem van Joe nu ook een foto van haar outfit. Zo droeg Anke een prachtige, zwarte jurk met diepe décolleté. Haar volgers reageren alvast laaiend enthousiast op de sexy outfit. Je zag er hot uit, vamp, knapperd, wat een vrouw, je zag er stralend uit, prachtig, wow, amai, knap, betoverend mooi, en, wat zag je er mooi uit, klinkt het onder meer in de reacties onder de foto. Thank you.